kan dat niet eigenlijk precies zeggen wat het is. Dat, ja, het is emotie en energie. Hoe dat bij ons dan werkt, waarom ervaren wij het zo mooi en diep. Met muziek kan je juist soms veel dieper iets zeggen, vertellen dan met woorden. Je kan het steeds stabieler, de stemming maken. En dat is eigenlijk voor mij de grootste uitdaging. Het is een combinatie, de persoon wie jij bent. Het is niet alleen dat technische kant. Het leukste is dan als een echt iemand jij ziet en jij merkt dat die pianist of pianist snapt echt wat jij doet en hoort alles. En dan krijg je nog een sms of e-mail een paar dagen later. Oh, die klinkt geweldig. Ja, dat is het hoogtepunt. Dan, het voelt goed. Ja, het geeft een andere soort voldoening dan als je dat doet, echt wat, doet wat jij echt van houdt. Als het liefde groeit dan voor echt dat reparatie, restauratiewerk. Het is toch zo, het is zo uitdagend. Want jij hebt de basiskennis hoe alles werkt, maar dan... Jij krijgt een oude instrument binnen en die werkt toch een beetje anders. En jij moet dan gaan uitzoeken dat waarom en wat is de idee van een bouwer geweest toen 100 jaar geleden, waarom is dit iets anders? Het mechaniek onderdelen, het is echt zo'n prutswerk. Als elke mens zou dat geduld hebben en tijd nemen, ik werk aan een mooie vleugel, concertinstrument, dan wil ik elke toon precies goed krijgen en dan moet ik echt mijn aandacht geven en dan concentreren. Dan ben ik helemaal puur bezig met de toon. Ik wil zoveel mogelijk dat originaliteit respecteren in de klank en ook de uiterlijke van het instrument. Dat als het dan alles lukt en je krijgt een mooie klank, mooie toon uit, ja het voelt echt. Het voelt zo mooi.